Hele goedemorgen. Wat ben je aan het doen? Ik film jou. Terwijl ik film? Ja. Nou, ik wilde jou filmen eigenlijk. Nou, zullen we naar de winkel gaan dan maar eerst? In plaats dat we elkaar zitten te filmen. Ja. Ik heb trouwens bij de Jumbo een heerlijk broodje gezond ontdekt. En hij is echt enorm. En ik ben benieuwd hoe die proeft. Oké, ik hoop niet te veel mayo. Volgens mij is dat truffel mayo. Dat ze hebben gebruikt. En waarom heb ik geen tissue? Kijk eens, wat gezellig. Ja, is het wel. Ja? Ja, ik vind het wel leuk. We hebben een evening... We doen dat te weinig. Walk, zeg maar. Afternoon walk. Afternoon, ja. Het is 4 uur. Ja, evening, bijna. Ja. We hebben cappuccino met havermelk gehaald hier. In een Beatrix Park. Zijn we zonder de kids. Weet je hoe heerlijk het is dat je nu langs de kidsgedeelte kan lopen? Zonder normaal dat moet ze erop vliegen, ja. Mijn hoofd op nul zetten en dan door die hele speeltuin heen. Met allemaal schreeuwende kinderen. Ja, nou, morgen waarschijnlijk dan met kinderen. Maar geniet nu even van het feit dat je dat zonder kinderen kunt doen. Ja, dat doe ik. Nee, maar we vonden dat we te veel op kantoor zaten. Dus we dachten, weet je... We gaan even lopen, want zeker omdat je niet veel sport de laatste tijd. Ik heb overigens vandaag een hele leuke yoga, pilatesachtig dingetje gevonden in Dubai. Oh ja? En dat kan je bij de Burj Khalifa in een zwembad. Weet je wel, zwembad pilates heb je ook tegenwoordig dat je op het water moet balanceren en zo. Okay. En pilates oefeningen moet doen. Dus dat heb ik ook gevonden. Goed, ga ik me voor inschrijven. Nog geen PT, dat moet ik nog regelen. Die thuis komt bij ons. Dus eerst moet je een huis regelen dan. Ja, dat doen we eerst. Ja. Met gym. Maar goed, we proberen dus nu actiever te zijn. En ik kan er wat meer nadenken. Een beetje mijn creativiteit loslaten als ik in een andere omgeving ben. Het zijn de, een park in dit geval. Het is wel lekker weer trouwens. Het is ideaal weer. Oké, okay, klaar, Mali. Zo. Ja. Mijn auto is wel dicht. Zo, dat is net onder je slipper. Hello? Dit is papa. Dit is papa en mama. Het is vandaag een. Het is zaterdag. Nee, het is vrijdag vandaag. Een speelvriendinnetje, Manoa. Die is de hele middag bij ons. En wij zijn wel genezen van een derde kind, of niet? We waren de laatste tijd een beetje over aan het nadenken. Van weet je wat echt zeker, weet je wat echt zeker? Ik kom je zo helpen, Mali. Maar als je dan zo'n derde kind erbij hebt, weet je het wel zeker dat je het eigenlijk niet wil. Ik vind 3 gewoon een heel ander... Ik vind dat een verschil. Weet je, 2 is ieder eentje. En nu bij 3 denk je, dan is er eentje met 2. En dat is best wel veel werk. Dus... Wat ben je? Ik kan er niet goed bij, man. Oh. Nou, dit soort dingen dus. Mem zit achterin. En de stoel voor hem kan niet naar voren, want Manoa zit daar. Dus ik ben wel even genezen. Nou, we hebben Manoa thuis gebracht en zijn zelf thuis. Ze ligt niet op de troep trouwens. De kids hebben echt onwijs hun best gedaan om er een flink zootje van te maken. Maar ik laat het gaan. Ik heb namelijk ook iets leuks aan. Dit pakje. Alleen zie je mijn slappe billen er enorm in. Kijk dan. Ik had de vorige keer, als ik het aanspan, zie je, dan komt er zo'n beetje ronde bil. En als ik het loslaat, brrr. Dat is het enige jammer, maar verder vind ik hem heel cool. Kijk, aan deze kant lange mouwen. Of een lange mouw. En dan moet je wel een strapless BH onderaan doen. Maar ik vind het namelijk ook zakelijk mooi. En toch niet super simpel. En het heeft zakken. Ook niet geheel onbelangrijk. Maar ja, ik had hem iets wat ruimer, of tenminste langer, gewild qua stof. Want nu lijkt het alsof ik een enorme buik heb. Terwijl als er wat meer stof was, dan coverde dat wat meer. Maar goed, je kan niet alles hebben.
Dan lukt het. Oké, kijk, deze broek had ik een tijdje geleden ook in het zwart gekocht. Maar ja, ik wil dus wat lichtere kleuren gaan dragen. En wat brighter door het leven. Dus daar hoort dit bij. En het is qua stof lekker licht, stretchy. Lengte is best goed, vind ik. Dus, en het is comfortabel. Dus perfect. Toch, Mev? Toch, Mev? Het is helemaal op. Hoe was je laatste dag, Mev? Ja. Was het goed? Was het leuk? Ja, op school. Op school? Heb je bye-bye gezegd tegen Miss Sarah en Miss Ivy? Toch, Mev? Hij is helemaal op. Ja. Even een update trouwens. Onze fitnessapparatuur is weg. Wat een zooi ten eerste. En ten tweede, het is gewoon zo ruimtelijker. Echt bizar. Dus veel van deze dingen gaan gewoon mee. Of worden weggegooid. Maar ja, ineens zie je weer wat licht aan het eind van de tunnel, zeg maar. Ja, en de rest, de spullen hierin, die gebruiken we nog. En je kan nog niet heel veel dingen echt wegdoen of al inpakken, omdat je ze nodig zou kunnen hebben. Maar goed, ik ben er blij mee. Good morning! Gaan wij in Dubai? Oh ja? Gaan wij in Dubai in het vliegtuig? Nee, vandaag niet. We gaan sokken of ze nog niet klaar zijn. Dat is nog niet klaar. 5 minuten. Ik kom niet. Wee wee niet. Nee, wee wee doet niet. Nee, doet het niet. Oh, het is 1. Het is wel 1. Het is 1 wee wee. Mama, het is 1. Ja. Nou, het is, wat is het vandaag voor dag? Zaterdag? Ja, ja. Best veel gedaan vanochtend. Behoorlijk. Met de kids had opgeruimd. Ja, opgeruimd. Boven ja. Op zolder. Wat is met het brood gebeurd, schat? Hè? Wat is dit? Kijk dan. Een beetje plat. Wat is dit? Ik kan gewoon nog eten hoor. Ja, dat wel. Ja. De helft van mijn brood weg. Ja, het ziet er half uit. Maar, nee, we hebben op zolder vooral kleding van de kids, weet je. Ik had moeite met alles weggooien, dus we hebben een beetje... Een deel in ieder geval gesorteerd wat ik wil houden. Hun babykleertjes en zo. En wat weg kan. En daar heeft men even bij geholpen. Daarna hebben ze spullen ingepakt. En ze zijn al bij Akko, bij mijn moeder. Die gaan daar logeren. En dat hebben we vooral gedaan eigenlijk. En ze hebben een zootje van gemaakt in huis. Dus ik ga dat even opruimen. Want vanavond komen de directe buren bij ons eten. Leila komt in de keuken koken. We moeten trouwens ook de keuken een beetje fatsoeneren. Ze komt live koken, Italiaans. En daarna, we zijn goed met de buren. Dus we dachten, weet je, het zou leuk zijn om zo afscheid te nemen. En we hadden ook gelijk even een cadeau net gehaald voor hun. En als toetje heb ik Debbie gevraagd. Dat is ook een leuk verhaal als reclame. Want ik vind echt dat zij goed is. En ik gun gewoon iedereen, maar vooral mijn vrienden waarvan ik echt geloof in hun talent. Gun ik gewoon het moment dat ze even in de spotlight staan. Dus ik denk, ik ga ook gelijk reclame maken. Ze heeft K-pops voor als toetje gemaakt. En ook grapefruit was het? Macarons? Nee, passievrucht. Oh, passievrucht. Ja. Nou, gaat goed met mijn reclame. Maar zij doet het zo goed, weet je. Ook met al die bijzondere smaken en zo. Dus ik denk, we gaan haar van haar afnemen voor toetje, zeg maar. En daarnaast waren we net ook trouwens bij de macro. Want we moeten in het nieuwe huis een nieuwe wasmachine hebben. Een grotere. Dus dat waren we ook aan het kijken. En ik ben nu aan het blijven lullen. Omdat ik geen zin heb om dat allemaal op te ruimen. Kijk dan. Dat de kids in vier... Ja, ik kan zitten en doorlullen, ja. Nee, maar wat kids in 24 uur voor elkaar kunnen krijgen, vind ik altijd bijzonder. Maar eerst ga ik eten. Etensrestjes van gisteren nog. Pasta met kip gehakt en broccoli. Yummy.
Gisteravond was hartstikke gezellig. Ik heb echt weer zo veel gegeten. De eerste ronde was toastjes met tomaat en zelfgemaakte hummuspread. De tweede ronde was pasta met kabeljauw. Spaghetti met kabeljauw. En de derde ronde was kip met olijven en gebakken aardappeltjes. En in ieder geval heel veel. En daarnaast doet je ook nog cake pops van Debbie. En het was in ieder geval heel lekker. En de buren hebben ook flink genoten. En we hebben weer leuke cadeautjes gekregen. Dat doen ze altijd. Vooral voor de kids. Vind ik zo lief van ze. Maar ik dacht, ik ga eens even wegen. Toen ze weggingen, rond 11:30, ben ik nog door blijven werken tot 2:00. Omdat ik gewoon een heel erg inspiratiemoment had. En daar ben ik nu heel erg, daar heb ik gewoon spijt van. Ik ben heel moe. Maar dat geeft niet. Ik ga even wegen, dacht ik. Dat heb ik een tijdje niet gedaan. En ik heb nu niks gegeten, niks gedronken. Dus ik ga eens even kijken wat ik weeg. En daarnaast trouwens, vanochtend, ik ben inmiddels 1 keer naar de wc geweest. 1 keer opgestaan om een camera te pakken. 1 keer, daarna nog 1 keer opgestaan voor iets anders. En iedere keer kreeg ik bijna een blackout. Echt bizar. Ook nadat ik de trap op ben gelopen hier naar boven. En ik dacht, ik focus even op de weegschaal. Even klaar, weet je wel, bukken om dat even neer te leggen. Kom ik weer omhoog en werd gewoon weer zwart voor mijn ogen. En dat is heel lang geleden toen ik dat had. Dus ik weet niet waar het aan lag of waar het aan ligt. Misschien vermoeidheid, niet eten, ik weet het niet. Uitdroging, I don't know. Maar goed, je ziet ook op mijn voeten trouwens mijn, zie je dat hier ook? Mijn aderen hier valt nog wel mee, maar mijn voeten zie je het wel heel erg. Dus het kan een beetje uitdroging zijn. Ik was vorige keer dat ik woog volgens mij 79,1. Dus er is wel 0,3 kilogram af. Heel gek. Ik kan namelijk veel meer eten. En echt, ik eet ook van alles. En toch val ik gewoon af. We mogen er niet uitgeslapen zijn, maar het is wel super chill om weer eens koffie in bed te drinken. Want dat komt er niet van met de kiddo. Dat doen we soms in het weekend wel. Ja. Jawel, maar dan willen ze mee naar beneden en moeten ze nou weer mee naar boven en zo. Toestand. Toestand. Maar ik heb weer gewogen. Je weet hoeveel ik weeg. Ik woog zelfs nu weer minder. Ja? Dan net. Ik was eerder ook even naar boven gelopen. Maar wat weet je nog wat het is? 78,8. En het was nu 0,7. Zo! Wow. Maar hoe kan ik blijven afvallen? Ik snap er echt niks van. Ga niet zo hard meer, hè? Nee, dan nog. Een stabiele afval. Ik denk dat je niet genoeg koekjes eet en slagroomwafels en zo. Haha. Ja, misschien moet je meer van eten. Bah, koffie is niet lekker trouwens. Hoe dan? Ik weet niet wat je ermee gedaan hebt. Het is niet lekker, het is te sterk. Te sterk? Ja. Nou, neem gewoon nog een slok zo, dat moet even intrekken. Ik ga water drinken, want ik voel me dehydrated. Oké. Dat komt door gisteravond vis, ja. Ja, en met alcohol. Gisteren, de buren zeiden gewoon, weet je, de vroegen ons waarom wij geen alcohol drinken. Hè? Ja. Vragen veel meer mensen. Ja. Maar ik snap niet, het is eigenlijk best wel bijzonder. Waarom zou ik alcohol drinken? Waarom drink jij alcohol? Dat is eerder de vraag. Dat, die vraag kun je dan stellen. En dan zegt hij, ja, ik kan niet zonder. Ik kan niet zonder. Ja, ja, maar dan ben je toch een soort... Ik drink elke dag alcohol. Alcoholist eigenlijk. Ja, best wel. Maar je wordt alleen, je kan het controleren, maar eigenlijk ook weer niet. Maar de grap is wel, hè, dat zijn vrouw dus geen alcohol meer drinkt. En hij zei zelf dat als hij dat een dag of twee niet doet, dan voelt hij zich meteen stukken beter. Ja, maar toch doet hij het en niet. Toch doet hij het weer. Omdat het een verslaving is. Een beetje wat je ouders ook hebben. Ja, mijn ouders hebben het ook. Ja. Gewoon drinken om het drinken, omdat het kan. Maar je dan... Ik neem gewoon een chocolaatje, omdat het kan. Niet omdat ik zin heb, maar omdat het kan. Ja, maar als je dan zoveel beter voelt als je geen alcohol drinkt, waarom doe je het dan? Voel je dan zoveel beter? Het is een verslaving. Of zo? Ja, het is een Het is een verslaving. Het is net als mijn suikerverslaving, zeg maar. Maar mensen vinden het oprecht lekker, hè? Jij vindt suiker ook gewoon lekker. Ja, precies. Ja. Ja, ik hoop dat je het lekker vindt. Ja, waarom doe je het dan? Hè? Maar ik vind het gewoon de grootste drugs die er is. Alcohol. Alcohol, ja, maar het is ook gewoon te makkelijk verkrijgbaar. Ja, omdat we het sociaal hebben geaccepteerd. Ja. Zelfs bij de HEMA, in iedere supermarkt heb je alcohol. Is HEMA een supermarkt? Nee, zelfs bij de HEMA. En iedere supermarkt. Ja, ik snap wat je bedoelt. Misschien heeft de Kruis had ook wel alcohol, als ze een goedkoop partijtje hebben opgekocht ergens. Ja.
Ja, dat is toch bizar, joh. Dat is te makkelijk verkrijgbaar. Maar die gaat echt huilen. Ja, maar die gaat huilen. Dus daar moet hij ook snel naar beneden, zodat ze... Ik krijg een hele mooie nieuwe slaapkamer in Dubai. Mali! Hey Mev. Hi. Ah, gezellig. Ja. Rustig als het zo kort. Ik zei dat het mensen dan boos worden in de auto, terwijl je zag hem, je zag degene echt niet. Nee. Maar oké, batterij is bijna leeg, je hoeft dus niet sneller te praten, dat is echt niet alvast. Dat is niet wat ik probeer te melden hier. Zeggen? En ik heb geen extra batterij bij me, maar ik wilde alleen vertellen van we gaan nu naar je ouders toe. Het is hartstikke warm weer. Dan gaan we niks filmen, want je hebt geen batterij bij je. Nee, het lukt dan nog heel even, anders zoek ik dan mijn telefoon. Moet ik dan nu al gaan afsluiten of nog? Nee, dat doen we vanavond thuis wel. Dan heb je nieuwe batterij. Ga je over nadenken hoe je wil afsluiten. Je mag zelf water naast je, pak maar schat. En in de vorige vlog trouwens, wij zaten hier voor in te praten onderweg naar Maastricht. En zij was gewoon water en Menf aan het geven. Is het zo? Hadden niet eens door. Ik heb water. Goed geregeld. Jij hebt een fles water, Menf. Nee, ik wil water. Maar het is weer gewoon back to normal bij je vader, hè? Hij is goed. Ja. Het was een medisch wonder, hè. Volgens mij heb ik dat al gezegd. Maar dat schijnt. Ik doe even een beetje intypen ondertussen. Ja. Ja. Hij heeft het allemaal overleefd, dus hij is alsof er niks gebeurd is eigenlijk. Volgens mij voelde hij zich vorige keer ook nog wel beter dan voor die tijd. Dus omdat die tumor weg is. Ja, dat helpt dan sowieso. Ja. Je hebt water naast je, Mev. Ja, hij heeft nooit weer een hele fles meer naar. En dan moet je hem even opwijzen bij deze. Ja, het is een man, hè? Ja, het is een man. Ja, sowieso. Maar ook mensen die ook enorm gebruik maken van... dat je dus weer corona is. Ik ook. Ja, wil ik ook nog een kusje? Ja. Je ook. Nee, ik hoef geen kusje. Ik wel. Je mag lekker eten. Je ook. Ja. Nee, dank je. Oh, ik wel. Zeg eens nog een keer baka. 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 Dat is genoeg in het Amhaars. Kun je de kijkers al vertellen dat je een leuk pakje aan hebt? Dat zien ze niet, hè? Nee, dat zien ze niet. Dat is een leuk pakje. Ik heb, maar ik kan het wel laten zien. Ja, leuk. Ik heb dus mijn topje aan wat ik vanochtend, of de hele dag aan heb. En corrigerend onderbroek. Oh, dat zit er gewoon onder. En dat zit er gewoon overheen. Kijk, mijn body zit over mijn corrigerend onderbroek. Beetje... Super sexy, hè? Ja, ik vind dat je weet dat ik van strakke pakjes hou, dus dat is leuk. Ja. Het is alleen geen strak pakje. Het ziet er gewoon strak uit, whatever. Okay. Dat is toch leuk. Compliment, schat. Love you. Oké. Okay. Anyway, dit was het einde van deze week. Wacht even. Oh. Jouw vader is heel stuk opgeknapt. Ja, kan absoluut. Niet geloven dat jij 4 weken geleden nog afscheid hebt te nemen en zo. Ja. Die man is nog lang niet dood. Nee, zeker niet. Maar dat hadden we toch ook gisteravond ook al. Het is ook een beetje mindset, hè. Als je als oud mens hij zelf nog niet dood. Nee, hij wil nog niet dood, duidelijk niet. Dus dat is wel fijn voor hem. Zelfs gewoon weer fietsen en zo samen. En hij kan weer dingen doen, bizar man. Ja, het is op zich niet gek dat zo'n tumor... Ja, had toch heel veel invloed. Ja. Ja. Maar goed. Nou ja, dat dus. Ja. Jij mag nu afsluiten. Ja, dat was ik alweer begonnen, dus... Ja. Kijk, hij heeft de hele dag voorbereid. Zit iets dwars? Hele dag voorbereid? Ja. Oké. Dat is een beetje... Ik heb de cola iets te snel gedronken. Dat is een soort dumping dan. Voor mensen zonder die operatie, dat bestaat ook. Hey, dat is veel heftiger als je dat hebt, hoor. Ja, tuurlijk. Zeker. Anyway, als man helemaal. Het is heftig, man. Anyway, het was een leuke week. Drukke week gehad, hè? We hebben een drukke week gehad, schat. Ja. En er komen hele drukke weken aan. En we hebben jullie support daarbij nodig, denk ik. Steun. Ja, support. Steun, in het Nederlands, hè? Jullie steun daarbij nodig voor de komende weken. Want we gaan natuurlijk verhuizen naar het nieuwe huis in Nederland. En daarna verhuizen naar het nieuwe huis in Dubai. Dus... Daarvoor. Sta ons bij. Sta ons bij. Steun ons. Anyway, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag. Nou, het afsluiten was niet zo spannend. Ik denk, nou komt het. Ja, dat denk je iedere keer. Dat hoop ik dan. Een soort van deceptie dan. Hè? Ja. Dat je dan zo afsluit. Maak er een show van. Bereid het voor. Ja, ga ik inderdaad. Ik ga voorbereiden. Nou, dan komt toch een afsluiting. Ja. Wow, man. Maar dan zijn de verwachtingen veel te hoog gespannen. Hè? Ja, dat is waar. Maar dat zijn ze nu al. Ja, dat is waar. Nou, anyway. Doei.
Ja.